De wond bij Anoushka Fontein is nog maar net geheeld. De Schiedamse was dé kandidaat om voor Nederland een medaille te pakken op de Olympische Spelen. Maar ze mocht niet eens naar Londen toe. En dus gooide Fontein in mei haar handschoen in een hoek en stapte pas een half jaar later weer de ring in. Er was ook eigenlijk niks om dan voor te trainen, weet je wel. Er waren geen andere toernooien dan de Olympische Spelen. En er was helemaal niks om het voor te doen. En als je dan toch een rustperiode neemt, dan is dat het goede moment. Dus dat heb ik zeker gedaan. Haar opponenten boksten maar liefst 5 jaar niet. Maxine Koelemeij stond bekend als een groot talent, maar had er op haar 18e geen zin meer in. Sinds een maand traint ze weer bij de Rotterdamse sportschool Van 't Hof onder leiding van Ton Dunk. Mijn laatste partij was tegen Anoushka ook. Ja. Dus toen heb ik heel slecht gevochten. Echt heel slecht. Ja, en ik hoop het vandaag beter te doen. En toen vocht je slecht en toen dacht je van nooit meer? Nee, ik was er al klaar mee. Voor die partij was ik al klaar. Ik amper trainen. Als ik onder de training uit kon komen, dan was ik er zeker niet. Roken al, vol gas. Ik rookte toen ook al een pakje per dag. Nou ja, dan weet je het al, dat reed je niet. Want je bent gestopt met roken, neem ik aan inmiddels? Ja. Ja. Want wat zijn je ambities de komende tijd? Ik wil naar de Olympische Spelen. Dus ik hoop daar met een gouden medaille terug naar huis te komen. Dus ja, eens wat ik kan doen is trainen en zorgen dat ik er kom. En er komen wordt lastig zat, want namens Nederland mag er maar één bokster zich proberen te kwalificeren in de klasse tot 75 kilogram. En daarvoor lijkt Fontein de aangewezen vrouw. ...2016 Rio. Die datum heb je al in je agenda staan? Nou, ik heb nog geen agenda voor 2016, maar anders stond het erin. Mooi! We krijgen volgens mij aanstaande week te horen of dat er van NOC en NSF genoeg geld is voor ons om een mooi programma te draaien. En dat is gewoon een voorwaarde, want als je ziet hoeveel andere landen naar het buitenland gaan en ja, die zitten gewoon intern een hele week. En dat wordt gewoon heel moeilijk als je daar geen geld voor krijgt. De eerste confrontatie met Koelemeij wint Fontein zoals verwacht overtuigend. Met een score van 22-22. De eerste ging niet eenmaal zo 100% lekker. En de tweede dacht ik al van, oh ja, er zit wat meer weet je, overtuiging in. En daarna ging het prima eigenlijk. En Maxine Koelemeij, die weet dat ze nog een lange weg te gaan heeft. Ik hoop nog veel beter te kunnen komen dan dat ik nu sta. Voor mijn gevoel sta ik nog op de eerste trap. En ik moet naar boven, dus ik moet nog even.